We zijn hier vandaag bijeen voor de eindworkshop van het GeoInformed project. Het doel van het project was om te kijken of we met satellietbeelden en deep learning modellen de omgevingsmonitoring in Vlaanderen kunnen ondersteunen en voornamelijk dan naar beleidsmakers binnen het beleidsdomein omgeving. En we hebben vandaag eigenlijk in een interactieve sessie met de eindgebruikers de outputs van het project bekeken. Meer specifiek per use case gekeken naar de webviewers onder andere, maar ook naar de posters waarin dat we dan per use case beschreven hebben wat we gedaan hebben en welke resultaten dat we daaruit gekregen hebben. En dan hebben we in interactieve sessie geluisterd naar de feedback van de eindgebruikers om op die manier eigenlijk te kunnen kijken wat er in de toekomst nog mogelijk is naar verbeteringen voor deze use cases. Zoals Tien al aanhaalde, hebben we hier vandaag 4 use cases besproken. En ik zelf ben iets meer in detail ingegaan op de use case rond watervlakken. Nu, de context voor deze use case is het werk van het IMBO, omdat zij eigenlijk in Vlaanderen een dataset bijhouden van alle gesloten, natuurlijke, permanente waterlichamen. Waarom doen zij dat? Omdat dat een heel belangrijke proxy is voor biodiversiteit. Nu, Vlaanderen, we hebben heel veel heel kleine poeltjes en dus is het een heel uitgebreide en zeer gedetailleerde dataset. Met bij gevolg ook veel werk om deze ten eerste samen te stellen en in de tweede plek ook te gaan onderhouden. Tot op de start van dit project deden zij dit eigenlijk door zelf visueel luchtbeelden te gaan interpreteren die eenmaal per jaar worden ingewonnen. Nu, ten eerste is dat zeer veel werk en ten tweede geeft dat eigenlijk ook maar één snapshot per jaar van de huidige situatie. Dus hebben we eigenlijk ook totaal geen inzicht in seizoenaliteit, terwijl dat ook een heel belangrijk aspect is. En dus zijn wij in dit project aan de slag gegaan met de Sentinel-satellieten om te zien of we toch ietsje meer indicatie van die seasonaliteit konden gaan geven. Meer bepaald zijn we eigenlijk de Sentinel-2-satelliet, dat is een multispectrale satelliet, gaan combineren met de Sentinel-1-satelliet. Wat dan een actieve sensor is, een radarsatelliet. Nu, het voordeel aan Sentinel-2 is dat eigenlijk is als zelf uit de ruimte kijken, zeer goed te interpreteren. Maar als er bewolking is, hebben we totaal geen idee van de situatie. Sentinel-1 daarentegen, de radarsatelliet, dat is iets moeilijker te interpreteren, maar daar hebben we wel onafhankelijk van bewolking consistent opnames. En dus hebben we die twee samengevoegd in dit project om uiteindelijk 12 kaartlagen te gaan genereren per jaar, dus eentje per maand, die een indicatie geven van de aanwezigheid van water. En door deze te combineren met hun eigen data, kan IMBO op die manier iets makkelijker de dataset gaan bijhouden. Tot slot hebben we ook, om deze resultaten makkelijk toegankelijk te maken, een webviewer ontwikkeld, waarin voor alle use cases de modelresultaten en ook nog enkele andere lagen ter beschikking worden gesteld. Op die manier kan IMBO en kunnen ook de andere eindgebruikers heel makkelijk gaan kijken wat de modellen voorspellen en kunnen zij ons ook onder de vorm van aantekeningen feedback gaan geven op de modellen. Meer specifiek waar dat de modellen de mist in gaan. En die aantekeningen kunnen wij dan in de toekomst nog gaan gebruiken om de modellen verder te verbeteren. Na vandaag hopen we vooral dat de eindgebruikers, de beleidsmakers dan aan de slag kunnen gaan met de webviewers en met de informatie en datalagen die we aanleveren, maar ook dat we in de toekomst eventueel verder kunnen samenwerken rond deze use cases of andere gerelateerde cases om verder beleidsondersteuning te bieden.